Ja, dat is hem. De verzorger van Roda JC. Hij gaat mijn eerste boek krijgen, ja. Roda heeft ook een mascotte. Hoe heet je? Lucky. 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 Maar Lucky krijgt mijn boek niet. Norbert Keuler krijgt mijn boek. Kom binnen. Ja. Dadelijk gaat het gebeuren. Ja, ja, ja. Dit is hem. Ik heb er iets ingeschreven, maar dat zie je daarna wel. Ja. 3 jaar geleden overleed mijn vader, een trouwe Roda supporter. Zijn laatste weken liepen parallel aan de degradatiestrijd van Roda in het seizoen 2008-2009. Hij wilde niet sterven voor zijn club veilig was. Hierover heb ik een roman geschreven. Het eerste exemplaar wil ik niet uitreiken aan een voetballer. Die heeft doorgaans een te hip kapsel en een veel te groot ego. Ik kies liever voor een man op de achtergrond. Een man die ik als kind al in Kalheide met de waterzak over het veld zag sprinten. Nog altijd vond hij een belangrijk fundament voor de club. Ik voel me vereerd dat Norbert Keuler mijn boek in ontvangst wil nemen. Dat is hem. Ik ben als kind door mijn vader meegenomen naar Kalheide. Ik heb het voetbal zo leren kennen. En ik woon nu in Tilburg, maar ik blijf vervolgen en ik ben ook nog regelmatig in de stad. Nou heb je dit boek geschreven nadat je vader is overleden. Heb je dit ook gedaan om een beetje zijn dood te verwerken? Ja, tuurlijk. Het bleef me bezighouden. Ik wil ook mijn vader eren en met een combinatie met de club. Is het dan een bijzondere avond voor jou? Ja, dat is voor mij heel bijzonder. Ja, ik vind het ook heel fijn dat Norbert zo enthousiast is. En prachtig. In de geest van mijn vader. Dankjewel. Ja? Ja, joh. Dankjewel. Fijne avond. Dankjewel, hè. Hey, bedankt. Ik heb Lucky. Is het goed? Ja, dat is prima.